Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün başka bir postacının yanındayız. İnşallah güzel bir çekim olur. Dediklerini birebir çevirmeye çalışacağım. Kümeslerini tanıyacağız. Bismillah diyoruz. Kirol. Neyli kuyudak. İyi günler. We went to an Ulaanduttu dit sport. Hoe heet u? We went to Ulaanduttu dit sport. En dat ga ik vertalen één op één. Wieke van de Hoef. İsmini söyledi arkadaş. Sportman in hart en nieren. Van kleins af aan. Çocukluktan belli. Wielrenner. Yarışçı. Hardloper. Handballer. Bir dakika. En altijd in mijn hele jeugd bij mijn opa, mijn oma en zelf. Mijn hele leven weet ik al wat duif is. Çocukluktan belli. Van opa en oma? Opa en oma. Oma deed ook dit sport? Vader. Oké. Ja. Nenesi, dedesi, babasından kalan bir spor arkadaşlar. Sporlarını anlattı arkadaşlar. Bisiklet sürücüsü vesaire. Feyitkiyar, 40 sene. 50 jaar. 50 senelik. Yarım asır. 63 yaşındayım diyor. Çocukluktan beri içindeyim diyor. In het kort hebben we nu een beetje een beeld van, zeg maar. Ja. Wie je bent en wat voor sport. We gaan eerst joken, gaan we af. En dan gaan we het even over duif hebben. Ja. Oké, dan beginnen we daar. Loopt u even mee. Wat is dit? Wat voor hok is dit? Bu taraf? Kweekhok. Burası eş attığı yer arkadaşlar. Burayı ona yapmış, ayırmış. Ya? Duiven hok. Dişiler. Ya? Jonge duiven. Yavrular. Met ren. Ön taraf açık böyle görünüyor. Dışarı çıkmadan çıkıyorlar. En daar is dat is het vlieghok met de doffers. Orada erkeklerin uçum kümesi. U vliegt op doffers? Ja, met allebei. Duivenen en doffers. Dişili erkekle uçum yapıyorum arkadaşlar diyor. Ja. Zo even kijken naar uw duiven. Beginnen met uw duiven te bekijken. Gaat uw gang. Ja. Dişiler arkadaşlar. Tabii soru soracağız ama önce bir kümeslere bakalım. Schoon. Redelijk schoon. Hoeveel keer per week maakt het schoon? Ja, hij maakt eigenlijk wel 3 keer of 4 keer, soms wel 5 keer per week schoon. Haftanın een beetje kunnen temizlik yapıyorum ya arkadaşlar. Kijk, hier zit weinig. Ik heb nog weinig duiven, maar dat gaat omdat ik eigenlijk 2 jaar geleden opnieuw begonnen ben en ik wil alleen maar groeien hebben. Geen half groeien. Bir ara bırakmış, yarım iyilerden değil. Şimdi yeni 2 sene belli yine başlamış, bırakamıyor. Ondan sonra iyileri bir araya getireceğim diyor. Ja. Goeie gaan weer bij elkaar komen. Die komt uit de snelste van Nederland. En hızlı Hollanda'nın kuşundan gelme diyor. Oradaki kuş. Ja. Duivinnen. Dişiler. En hier. Jonge duiven. Yavru kuşlar. Hou ik redelijk schoon. Burayı diyor orta diyor temiz bırakıyorum. Waarom? Neden? Omdat dat ze niet te smerige poten krijgen, dat ze wel en dat ze een goede aanblik hebben, dat ze moeten goed in het zicht moeten ze goed zijn al. U maakt redelijk schoon, zegt hij. Ja, Jan Orta temizliyorum. Voor weerstand? Voor weerstand, niet te veel schoonmaken. Ha, yani fazla temizlemiyorum diyor. Yavrular da diyor. Bağışıklık sistemlerini güçlensinler diye. Okay. Jonge duiven moeten het naar de zin hebben. Yavruların diyor. Kendilerini rahat hissetmeleri lazım diyor yani. Bak bir şey. Çımurdukları önce ne be? Varum. Dan komen ze sneller thuis en goed thuis. Normalde kendilerini iyi hissetmeleri kümesse diyor. O zaman diyor hızlı ve iyi bir şekilde diyor yarışlarını tamamlayıp eve doğru gelileceklerdir diyor. En de drang is groter. O zaman diyor hisleri daha şey olur diyor. Eğer burada kendilerini huzurlu mutlu hissederlerse diyor. Ya. Yemleri var arkadaşlar. En dit is voeropslag. Voer, grind. Ja. Wat voor voer gebruikt u? Kunt u even met hand laten zien? Ja hoor. Nee, maar gewoon even een beetje eruit, zeg maar, voer. Ja, dit is voor de kweek of voor? Ja, jong en oud. Yaşlı ve genç kuşlara. Alles zit erin. Wat ze nodig hebben. Ja, en aangevuld met elektrolyten in het water. Ha, normalde gerekli yem orada diyor ama suyun içinde de diyor karışımları ja. İlave etme şartıyla tabi diyor. Ja. En koolzaadolie. Kool. Klein beetje koolzaad. Kunnen we dat even zien hoe dat eruit ziet? Dat doen we zo. Dat legt. Ja, doen we zo.
Ligt die blikje bij de vier? Ja, die is daar. Nee, die blikje ligt, die blik hier. En dan denk je... Nee, die heb ik daar. Nee, ligt die blikje. Geef die blikje even. Oh, een blikje. Daar, maar dat is een signaal met. Ja, en dan loop ik even achter, man. U gebruikt dit voor branden? Branden ook, zeg maar? Ja. Die? Beetje. Klein beetje. Bijna niet. Niet? Nee. Wanneer gebruikt u dat? Nee, ik doe wel eens helemaal schoonmaken en dan met chloor. Water met de borstel. Gassar Sulan doe je? Met chloor. Gassar Sulan je geurum doe je? Gewoon. Zie je ze opleven. Ja? Ja. Dan worden ze, dat is goed voor de hok? Super. En ook voor de luchtwegen. Normaal dan worden ze even schoon. Normaal maar niet te veel. Fazla de değil. Az bir şekilde de klor yani kasarlı su kullanıyorum temizlikte diyor. Hem solunum yolları için diyor rahatlıyorlar diyor. Öyle diyor. Yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kendi yöntemini anlatıyorsanız. Doe ik met waterstofzuiger maak ik hem weer droog. Normalde sulu süpürgeden met waterstofzuiger. Ya. Ondan su süpürgesine yapıyor. Ondan sonra kurutuyorum diyor. Ya. Oké. Okay. Dit is lopende band en hier word ik eigenlijk, hier kweek ik hier. Mag ik dit even naar binnen? Dit is ook voor de doosje, zeg je jongen. Dit is super. Nou, Shinde Sean dat je boer dat... Kijk, ik kan zo dit lopende band aanzetten. Wat betekent lopende band? Moet je opletten. Ja, boer niet arkadaşlar, ben ik daar van doen. Kun je zo die drolletjes volgen. Boer. Hayda. Ik heb dit voor het eerst in mijn leven. Arkadaşlar yani artık teknolojinin heb je dit zelf uitgevonden? Nee, dit bestaat al. Ja. Hoe lang bestaat dit al? 20 jaar, 30 jaar. 30 senedir bu sistem varmış arkadaşlar. Ben ilk defa görüyorum. Hayret bir şey. En dan gewoon wat in de brede valt. Hop, eens kijken. Dit de bak. Super. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her şey tertemiz. Roosjes, altijd schone poten. Ve ayakları temiz olma şartı var. Çünkü kolay, basit. Ventilatie. Ja, ventilatie altijd open. Her zaman açık. Hier heb ik schuiven voor de winter. Burası kış günü eventueel dicht dus voor de winter. Ja, kapanıyor. Open altijd. Ja, her zaman açık. Alleen met de oostenwind. Ja. Dan komt die rechterin. Ja, dan niet. Dan dicht. Normaal door direct die rüzgar vurduğu zaman diyor, orada kapalıyor diyor. Dat ze niet ziek worden, toch? Dat ze niet ziek worden, dat ze niet verkouden worden. Dat, grip veya işte, yani solunum yollarında ja. Sorun olmasın diye. Ja. Direkt vurduğu zaman bravo. Ja. Oké. Okay. Dan kijk nou toch die door. En daar komt het naar binnen ja, en daar gaat het eruit. Uit. Super. Ja. Dan ja, dat is goed. Hier is het niet. Heb je ze niet op de wedstrijd? Dit heb je dicht. Hoor dat ze kapallen. En dat is open en weer. Open. En dan zitten ze altijd een beetje zo in de luwte, weet je wel. Voorzichtig. Gewoon op schuil. Ja. Ja, voor echt puur voor de lucht. Oké. Okay. Ze mogen niet direct de lucht op hun hebben. Nee, nooit in de tocht zetten. Nee, hiçbir zaman diyor, ayaz da durmayacak arkadaşlar. Hiçbir zaman diyor, rüzgar direkt kuşların üstüne vurmayacak diyor. De beste van Nederland, die hebben bijna dichte hokken. En iyileri diyor. Ventilatiesysteem. Normalde en iyilerin diyor, kafesleri kapalı, üstten diyor havalandırmaları var. Ik ben hobby. Moet hobby blijven. Ja, benimki hobby diyor ama hier is wel goed hè? Ja, zeker. Ja. İyi ama. Ja. Arkadaşlar Marshall var ya, kedi maması yapanın abisi arkadaşlar. Buradan söylemekte fayda var. Marshall'ın zayıf hali. Kleine broer. Ja, nee, groot of klein? Nee, kleine broer. Klein. Jongen. Arkadaşlar daha... En ja, jongen. Bir yaş küçüğüymüş Marshall'ın. Superman. Ja. Ja. Ja, wat is het? Hier kweek ik en hier worden de jongen geboren. Burada diyor, eşe atıyorum, burada yavru alıyorum. En dan gaat het. En dan gaan we hiernaast. Ondan sonra bu tarafa geliyor. Worden ze opgevoed als fonduiven. Ondan sonra diyor. Grote vluchten. Lange afstand. Lange afstand. Uzun mesafeler arkadaşlar. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar de duiven toe. Kom maar. We gaan even een duiven vastpakken arkadaşlar. En wat is dit allemaal? Ja, diploma's. Allemaal gehaald. Kijk, eerste plek. Birincilik. Tweede plek. İkincilik. Grote vlucht. Sint-Vicent, tweede. İkinci. 1000 kilometer. 1000 kilometer, arkadaşlar. Ja, Kaor. Tweede. İkinci, arkadaşlar. Maar dan ga je tussen zoveel jongens, hè? O kadar insan içinden. Ja, dan gaan er 8000 duiven mee. En dan 80.000 tane kuşun içinden diyor ki... Bijna één. Dit was mijn lieveling. Ja. O, en Jane benim en sevgilim. Ja? En dit is Tarzan. Allebei één vliegen. Allebei één vliegen. Ja, birincilik almışlar ikisine. Op hoeveel kilometer? Ja, 1000 kilometer. 1000 kilometer de ja. Birincilik almış. Tarzan. Tarzan en Jane. Tarzan en Jane. Hey, Tarzan en Jane. En heb je nog jonkies van Tarzan? Ja, ik heb nog jonkies van Tarzan. Die heb ik je net laten zien. Oké, okay, az evvel. Oké. Okay. Onlar gösterdiği arkadaşlar Tarzan'ın. En presteren ze ook goed. Onlar da iyi uçuyorlar mı? Ja, ik ben eigenlijk opnieuw aan het opbouwen.
Daar jinnen die onder de deur? Oké. Ik ben klaar met handbal. Oké. Okay. Ik ben altijd handbal. Oké. Okay. Een beetje klaar mee. Nou probeer ik die duivensport wat verder te brengen in mei. Ja, maar is de handbal in het water? In het water? Ja, altijd op. Nee, handbal is hetzelfde als zaalvoetbal. Oké, okay, ja, maar met hand dan in ieder geval. Ja, el futbol oynuyorlarmış arkadaşlar. Onu da bırakmış. Şu anda tamamen kendini huşa verecek. Kunt u ons even een duif vastpakken? Dan wil ik even een paar vragen stellen. En dan gaan we jouw ervaring even de hele wereld even gewoon aankaarten. Arkadaşlar, bir huş al. Elini bir zahmet edin. Bakalım. Tarzan'ın Jane'si kind willen we even zien. Tarzan'la Jane'in birincilik almış kuşun. Yavrusunu bir alalım elimize. Arkadaşlar elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Birkaç tane soru soracağız. İnşallah beğenirsin. Şunların güzelliğine bak. Arkadaşlar like, yorum yapmazsanız. Yani. Dit is de kind van Tarzan en Jane. Ja. Het zijn geen grote duiven. Büyük, voor lange afstand perfect. Büyük kuşlar diyor ama diyor mesafe üçün diyor süper kuşlar diyor. Ja. Şimdi soracağım arkadaşlar. Ik ga u 3-4 vragen stellen en dan wil ik gewoon wat u ervan vindt. Ja. Arkadaşlar soracağım. Göz teorisi var mıdır? Oog theorie. Bestaat dat wel en niet? Als je het rustig uitlegt, dan ga ik dat één op één vertalen. Het is alleen voor herkenning. Tanıma yönünden diyor renk şart. Het lijkt of het oog op de vaderskant of de moederskant. Daar kun je het een beetje aan herkennen en meer echt niet. Normalde baba tarafına mı ana tarafına mı çekmiş diye göz o şekilde teorisi yani kendi teorisi o şekilde ana babayın daha fazla mı çekmiş? Dat is dat meer de vader of de moederskant heeft. Ja, de kleur oog hebben ze altijd van de vader of de moeder. Ja, ja. That's it? That's it. Ja, aan de tarafen. Maar wat is dat oogtheorie dan? Nee, maar de oogtheorie is eigenlijk... Ja, geustheorie. Dat de rand om de ogen... Ook kenneren dat als je helemaal zuiver wit is en hele heldere neusdoppen... Normaal de eert... Wacht even. De rand van de oog. Ja, waar die in zit. Ja. Als die super wit is... Çerçevesi beyaz olacak. Dan wordt het oog ook mooier. O zaman göz daha güzel olur. Je ziet hem nu ook glimmen, dat oog. Parlandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Maar hij is er nog niet helemaal, want hij heeft van het weekend een zware vlucht gehad. Tam değil. Hafta sonu diyor, uzun bir mesafe uçtu diyor. Na anderhalve week is dit hoofd nog mooier. Bir buçuk hafta sonra bu göz daha güzel olacak diyor. En de glans ook beter. Parlaklık da gelecek. En de neusdopjes. Wat zei je? Wat was het over die neusdopjes? Super helder wit. Beyaz olmalı. Dat super is het beste. Het moet helder wit. Ja, super helder wit. Ferah olacak aracı, beyaz olacak, beyaz olacak diyor, burun üstü diyor, beyaz olacak diyor. En dat geeft aan dat goede duif is kwaliteit? Nee, dat geeft nog niet aan, maar dat hij wel tip top in orde is. Dus gewoon gezondheid? Gezondheid. O zaman, dat ook dat cirkeltje om de oog heen? Ja, dat cirkeltje moet ook hagelwit zijn eigenlijk. En dat is gewoon gezondheid? Dat is super gezondheid. Sadece arkadaşlar o şekilde de sağlığını diyor gösterebiliyoruz. Yani çerçevesi beyaz, burun gagası beyaz. Ja. Ja, dan kijk je naar de vleugels. Veeklerine bakıyoruz arkadaşlar. De achtervleugels zijn pennen. Ja, şu ja. Die moeten bijna gelijk of eigenlijk iets teruglopen voor een fonduif. Eşit. Şu arka diyor, veekler diyor. Ja, tot deze. Şuraya kadar diyor arkadaşlar. Geri, moet terug. Ja, die valt iets terug. Ja. Vergeleken deze. Ja, normaal ön veeklerden. Ja. Buradan diyor, ongeveer hier moet hij dan terug lopen, zegt hij. Oradan geri, yani şu eğik duracak diyor. Moet hij een beetje krom hangen. Ja, naar binnen toe. Kun je tellen. Ja. Zie je? Ja. Als deze te lang is, hier zo. Burası uzun olursa diyor. Dan is het geen fonduif. O zaman diyor, uzun mesafe uç değil. Nog keer laat zien, nog keer laat zien. Arkadaşlar, iyi izleyin ustayı. Kunt u met uw wijsvinger even, of ja? Kijk hier, tot deze. Buraya kadar. Is bijna gelijk. Burası eşit bir şekilde. Als deze te ver terug is. Ja. Dan, terug naar u toe. Nee, naar mijn, korter. Of kısa olursa diyor arkadaşlar o. Als het te kort is, zie je? Ja. Als iets te kort eigenlijk. Ja, burası diyor biraz kısa. Dat is goed voor een fonduif. Yani uzun mesafeci, maar wat is niet goed dan zeg maar? Als hij uitsteekt, şurası diyor, uzun olursa diyor arkadaşlar, şunu dikkat ediniz. O zaman diyor, uzun mesafe kuşu, dan is hij geen lange afstand duif. Nee. Şurası arkadaşlar, ilk defa duyuyorum.
En de laatste 4, 5 Wacht even, tel eens even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onunje, de tiende, zeg maar. Onunje Arkadaşlar. Geriye sayın arkadaşlar. Oké, dit is gewoon een rijpe duif. Dit is een volwassen duif. Ja, ogen, bierkoes. Ja, de laatste 4 pennen, die kun je ook zien, die zijn ook goed gesloten. Son 4, arkadaşlar. Langer dan de rest. Je biraz diyor, oberlerinden hafiften biraz daha uzun oluyor ve iç içe girmişler diyor. Dan kan die goed hangen. Hangen betekent? Lange afstand. Hangen betekent in de lucht als parachute bedoel je? In de lucht, nee, 1000 kilometer. Die heb je minder gewicht. Normaal dat fazla diyor. Voor de laatste pennen, voor de minder gewicht. Normaal dat. Als die pennen goed gesloten zijn, houdt hij ze eigenlijk heel makkelijk omhoog. Normaal dat die eğer iç içe oldukları zaman diyor, havada daha diyor kendilerini sağlam tutabiliyorlar diyor. Kijk, als het ver open is. Fazla açık olduğu zaman, evet. Dit is niet goed. Böyle iyi değil diyor arkadaşlar. En lang ook niet goed. Nee, de lengte wel. Nee, maar dit langer als dit is niet goed. Nee, ja, dat is goed. Dit is goed. Ja, deze pennen wel. Ja, maar hij moet gesloten zijn, kijk. İç içe girecek. In elkaar moet zijn. İç içe olacak arkadaşlar, bir nevi yani. Kijk, zo zit hij, zo vliegt hij. Bu şekilde uçuyor diyor. Zo, dit niet goed. Bu open, şekil... open. Niet goed. Niet goed, hè? Nee. Wat jij zegt? Öyle açık iyi değil diyor arkadaşlar. Zo, dit is goed. Dit mooi. Bu şekilde uçuyor. Super. Super diyor. Kan 1000 kilometer vliegen. 1000 kilometre rahatlıkla uçar diyor. Nee problem. Oké, okay, wat nog meer in de hand? Anderhalve week. Anderhalve week. En dan gaat hij weer. Dan gaat hij. Bir hafta, bir buçuk hafta sonra gene gidiyor. Wat nog meer? Moet hij zacht aanvoelen, yumuşak mı ele gelecek? Ja, nou, het is meer. Ja. Weet je, kijk, de spierbundel. Arkadaşlar. Die zit eigenlijk aan de zijkant. Kas olan yerler kenar. Dat vind ik het belangrijkste. Kenarda oluyor diyor. Kijk, en hij moet blank zijn. Burası redelijk blank. Blank, wit dus, wit. Ja, dat, wit tot blank. Kijk, je zoekt de huid. Derisini, blanke huid. Açık şey, derisini diyor, şey, ja, şey diyorsunuz arkadaşlar, buluyorsunuz ya. Zie je? Ja. Nou moet hij nog iets lichter worden. Biraz daha açık olacak diyor. Ja, iets lichter worden. Nu hebt hij 600 kilometer zwaar 9 uur over gevlogen. Şimdi 6 is saat... een beetje te donker. 6 uur gevlogen, 900 kilometer. Ja. Nee, andersom. 9 uur gevlogen. 9 saat 600 kilometer uçmuş. 600 kilometer uçmuş. Is gemiddeld 70 per uur. 70 kilometer saatte yani. Ja. Ja. En dan... Dan vleurt hij. Zware vlucht. Yorucu bir uçuş. Nog niet helemaal hersteld. Daha kendini iyileştiremedi. İyileştirdikten sonra daha açık renk tonu olması lazım. Dan wordt hij blanker. Dan wordt hij lichter. Witter. En dan krijgt hij aan de zijkant. Kenarları. Krijgt hij spierontwikkeling. Şuna bak, şuna Hassan benim be. Heet be. Maar... İki tane de fondik atmış, bravo baba. Yani... Ik ben ook fond, man. Ja. Lange afstand goed voor mij. Ja. Uzun yol mesafe adamım. Ga door, blijf bij je les. En de staart. Ja, staart. Wat vindt u? Is dat, dit is dit de rug, zeg maar. Is dit belangrijk? Brede rug of korte rug? Nee. İrim mi, kısa mı? Rug, heel erg belangrijk. Çok önemli diyor. Heel erg belangrijk. Çok önemli diyor. Niet te slap zijn. Burası diyor, bu şey olmayacak diyor arkadaş. Kort gedrongen. Normaal dat gedrongen betekent naar binnen toe, dus ja, zeg maar. Breed, dat hij niet slap. Kısa. Moet sterk zijn. Kısa ve kaslı yani. Ja. Kısa, kort en spieren. Ja. Oké. Okay. Toch kracht in je staart. Postuur. Kuyruğun içinde diyor, şey olacak diyor. Şey olacak diyor. Kas olacak diyor. Onu diyor, dümen gibi diyor. Dat hij niet weggeduwd wordt. Door de wind. Door de wind. Yani rüzgar, rüzgar onu etkilememesi lazım. Orası güçlü olması lazım. Dus çok. Dit moet sterk zijn hier. Burası achterkant, diyor. Achterkant breed. Şurası diyor, iri olması lazım achterkant diyor. Achterkant breed. Çünkü orası, en dat stuurt mekaar aan. Stuurt mekaar aan. Ora birbirini diyor, şey diyor, diyor ja. Arkadaşlar. Ja. Stuurt mekaar aan. Ja, ora birbirini diyor, şey diyor, tamamlıyor. Ja, ja. En hoe weten we nou, of dit nou sterk is of niet? Nasıl bilebileceğiz bu sağlam mı değil mi diye, of dit gespierd is? Ja, dan kan je hier aan de breedte van dit. Hier. Ja, hoe breed moet dat zijn? Qua ja, centimeter dat of is eigenlijk verschil het per duif? Gevoel. Nee, het is wel het gevoel. Kijk, je ziet, diyor, als dat bij de duif past, het kan ook heel smal zijn. İnce de olabilir diyor. En dan is dit ook slap. O zaman orası da diyor. Ja, niet goed. Niet goed. O zaman orası... Stevig, sterk en dik zijn. Oh, parasol. Donderdom. Orası diyor kaslı olacak. Sırt üstü de bovenkant moet sterk zijn. Bovenkant, onderkant. Moet er een bultje zijn of niet bultje? Ja, in ieder geval moet wel vlees zitten. Spieren moeten et olacak diyor. Orada diyor normalde kas olacak diyor. Ja, niet te lang. Uzun değil. Niet te lang. Ja. Kort. Kısa olacak diyor. De verhouding dit is goed, perfect? Perfect. Oké, bu 10 numara diyor. Perfect. Ja,
Dan had hij dan 1 miljoen waard, perfect. Perfect, 1 miljoen radio. Maar ah, nee. Wel goed. Wat heeft u nog meer te vertellen? Over, wanneer het hele duur? De pootjes, ajaklaren. Weet u daar wat over te vertellen? Ja. Kort, lang? Ja, voor vondduiven meestal kort. Uzun mesafeler için de ajaklaren diyor, kısa. Kijk, ring pas net. Ring? Adres zijn, wacht even. 3, 2, 1. Markaları yani tam kort, tamına kort. Diyor şey olabiliyor diyor, takılabiliyor. Ja, fondduif meestal kort. O, kısa oluyor, uzun mesafeler, kısa ayaklı yani. En dan komt hij beter uit aan de onderkant. Orada diyor, arka tarafından diyor, daha şey oluyor diyor. Bir uyumlu oluyor diyor. Snap je? Ja. En als een duif nou iets vasthoudt dat hij bij hier zo, zeg maar, hier. Ja, daar zo. Ja. Zit daar, wat zit ja, daar? Ja, die kracht. Nee? Ja. Orada diyor, güç, güç, güç. Ja, dat voel je aan elke duif. Burada bütün kuşlarda diyor, orada diyor, şey var diyor. Kracht. Nadervlucht is het slapper een beetje, omdat hij die kracht kwijt is. Uçumdan sonra orada kaybediyor diyor. Drie dagen later. Üç gün sonra diyor. Dan moet hij alweer krachtig zijn. Üç gün sonra orası diyor kendini toparlamaması lazım diyor. Dan is de vleugelslag veel beter met wind tegen. Wordt hij sterker? Dan is hij sterker. Oké. Okay. Hoe sterker dit is, ja. De kracht voel je. Normaal dat geldt voor opbouwend of is het dan? Nee, dat ook voel je altijd. Dat voel je altijd. Ja, als je tegen de wind... duif voel je. Ja? Maar een sterke duif die een sterke vleugel hebt, deze. Ja. Hier. Die pezen die zijn dan met dikker dan bij een ander. De sterke. Pezen. De sterke. Ja. Bunlar da, bunlar da diyor, biraz daha iri oluyorlar. Onlar daha güçlü oluyorlar diyor arkadaşlar. Omuzdan böyle. Heel belangrijk ook. Omuzdan. Gevricht. En normalde şey, rüzgara doğru uçtuklarında daha güçleniyor. Dus tegen de wind in de worden ze sterker. Dan worden ze sterker. Oké. Okay. Ja. En dat voel je ook aan de vleugel, ja, zeg maar. Ja, dat voel je duidelijk aan de vleugel, heel ja? Duidelijk, ja. Onu da diye hissedebiliyorsun, kanatta hissedebiliyorsun. İlginç. Kracht, snelheid en souplesse, dat voel je overal. Ja? Ja. Normalde hız, her şey diyor, yani güç, bunları hissedebiliyorsun diyor. Ja. Bouw je dat op? Onu, ja, na de vlucht moet je dat weer opbouwen. Nee, maar bouw je dat van jongs af aan op, dit gevoel? Ja. Trainen, natuurlijk. Tuurlijk, dat iedere niet, duif moet getraind worden. Nee, maar dit gevoel wat je hebt om te weten. Om te weten, ja. Mijn hele leven sportman. Ja, maar hoe lang duurt dat? Dat bedoel ik niet. Dat je dit beest aanvoelt. Ja, oh, dat kan heel lang duren. Of je leert het nooit. Bazen niet, hoor, mensen. Of je denkt van, ja. Ja, daar. Ik ben een man van de natuur. Ben, ik hou van elk beest. Ben bütün hayvanları seviyorum. Krijg je ook het gevoel hoe beesten in elkaar zitten. Normalde bu hissediyor, kuşta da hissediyorsun diyor. Bunu eğer hissedersen. Weet je ook, goede duiven, die voel je meer. Die heb je altijd natuurlijk wel redelijk wat in je handen. En dan weet je gewoon, ja, dit is gewoon... Dus gevoel, ook gevoel, ook gevoel. Zeker. Hoeveel gevoel, hoeveel theorie, hoeveel gevoel? Hoeveel? Ja, theorie kunnen ze ook heel ver mee komen. Theorie dan, hoezo net hebben jullie er iets? Die echt weet, denkt van, nou, tamam bu. Ik ben een hobbyist. Ik ben hobbyist. Die wil op gevoel. Ja, ben beter, denk ik. Ja, daar je dan is het 80% weet je dan. Ja, gevoelsmatig. Ja. Jij weet precies gevoelsmatig welke je gaat loslaten. Dat is gevoel, ja, hè? Ja, dat is gevoel. Of is dat gewoon take op ja, papier? Ja, theorie, maar of meer gevoel bij mij. Ja. Bij mij wel. Ben de histio, arkadaşlar. Ja, mijn broer ook al. Ja. Ja, hij wordt ook tweede eerste. Ja. Abim de öyle diyor. Birinci, ikinci izliyor. Ja. Nou, we danken u zeer. Ja. We hebben het vandaag weer goed gedaan. Ja. Dit is deel 1. Ja, okay. En als je heel leuk gaat vinden, dan kom ik zeker weer bij je terug. Heb je nog iets toe te voegen? Bescheid de Maxiumson. Ja? Ik hoop dat het nog lang blijft bestaan, duivensporten, want het is voor de jeugd heel gezond. İnşallah diyor bu spor diyor kalıcı olur diyor. Gençler için çok faydalı bir şey diyor bu. Zodra ze er verstand van krijgen en die weten wat een duif kan presteren, ga je zelf ook presteren als kind. Normaal da diyor kuşun ne yapabileceğini öğrendin mi? Ne yapabileceğini anladıktan sonra diyor sen de diyor iyi olacaksın ve sen de diyor onun gibi çabalayacaksın diyor. İdireyim bu duiven nemen. Herkes kuş almalı diyor. En vredesduif. Herkes diyor yani şey barış kuşu almalı. Thank you, Altiero. Süper. Teşekkür ederim arkadaşlar.